die kijkt naar deze video. Geef hem alvast een duimpje omhoog. En ja, veel plezier met kijken. Nou jongens, ik bedoel eigenlijk mijn moeder. Ik ben voor mijn spreekbeurt ben ik alles aan het voorbereiden. Ik heb hier al wat liggen. Daar het t-shirt ga ik zo aandoen. En hier, heel erg mooi. Toppie! Wat zijn jullie aan het doen? In een taart voor Bella. Waarom? Het is morgen jarig. En hoe oud wordt ze dan? 6. En wat hebben jullie allemaal meegenomen? Slobber, muesli, Bix, pepermunt. En we hoorden eigenlijk ook nog appel en wortel te hebben, maar dat hebben we niet. Nee. Maar morgen wel? Maar morgen dan zijn we klaar met de taart. Ja. Oké. Okay. Het wordt een hartje voor. Uiteraard. Hoe kan het ook anders? Een roze natuurlijk. Uiteraard. Nou, oké. Okay. En wat denk jij? Ik wil ook. Wil je ook een appje? Nou. Op paard lust het ook niet. Ook een paar snoepjes, één boebienkoek. Oké, okay. Je bent een beetje een vreemde hond. Waarom eet je slobber? Nou, succes. Oké, er is chaos ontstaan, maar Bel is jarig vandaag. En wat hebben jullie gemaakt, meisjes? Koekjes en paardentaart. Koekjes en paardentaart. En dan is Bella en dat is Nelson. Aha. En dan hebben we hier staan marshmallows op. En je hebt chocolaatjes. En je hebt ook nog chocolade en marshmallows. Ja, alleen het waren hartjes. Het waren marshmallow hartjes. Ja, kijk, deze ziet er nog een beetje uit als een hartje. Ja. Deze. Van Bella is een hartje diepje. En dit allemaal op zaterdagmorgen. Ja. Vandaag is Bella jarig en Henja ook. En ja, ik heb ook een taart voor haar gebakken en cakejes. Het is allemaal hartstikke leuk. En nu staan Bella en Verona samen in de wei. En waarom? Omdat Fitchie weg is. Fitchie is in Ermelo bij de Connemara dagen. Dus Bel, gelukkige verjaardag en vandaag even met Veronaatje. Doen. Nou, wij zijn even een beetje shoppen en we waren eigenlijk op zoek naar vliegenspray en een masker. Nou, als je ons kent, dan blijf je daar niet bij, want die winkels zijn natuurlijk hartstikke leuk. Mijn moeder die heeft een heel mooi nieuw dekje gekocht, want er komt toch ook hartstikke hard op te staan. Ja. Uiteraard. Ook een mooi blauw dekje met glimmertjes. Dan heb ik een captas gekregen. Alleen ga ik hem gebruiken als schooltas. En ja, ik begin weer aan sterretjes. Dan hebben we... Lekker. Vliegenspray. Ja, dat was het duurste van alles. Het kost gewoon iets van 21 euro voor een flesje. Ja. Dat is echt duur. Daar zit hertshoornolie in, dus dan blijft de vlieg ook wel weg. Dan hebben we nog dit stukje. Dat is meer een Tessa stukje. Een roze alster zo. Dan met een vliegendingetje. Dat kan je eigenlijk ook wegleggen. En dat houdt eigenlijk meer de vliegen weg. En dan heb ik ook nog een heel mooi touw weggekregen. En dat komt omdat Bella dus echt een hekel heeft aan vliegenmasker en we kunnen niet ontdekken waarom. Alle paarden doen er normaal mee, maar Bella doet niets anders dan probeert het vliegenmasker af te krijgen. Ja, en dan is ook automatisch haar hals eraf. Dan heb ik ook twee passende beestkopjes. Dan moeten ze wel passen. Ja, en ze zijn eigenlijk 2 centimeter te groot, maar ik wou ze echt heel graag hebben en als ze dan te groot zijn, dan ga ik wel een beetje terug. Dan ze terug. Je hebt ook sokjes van de beer. En toen was ik dus weer arm. Ja, en toen was de winkel leeg. Nee, maar die moet je even niet bij die in de buurt houden, want dan ga je sokken kapot. Door het klittenband. Oh ja. Zullen we het even apart? Dan gaan we weer naar huis. Dag Bella, ja, ga ik er een taart geven. Bye bye! Ik gelijk een kaarsje.
per ongeluk neonrozen gekocht. Dit kan je in het donker nog zien. Oh. Jawel, zeg, doe mij maar een hapje, ik ben tenslotte jarig. Jawel. De pijskappers zien er wel goed uit. Ze komen niet onder de coat vandaan, dus ik denk dat het wel kan, Tess. Jee! Oh, wonder. Goed, pink, pink en pink. Ja. En ze vindt sliert ook goed? Ja. Nou, gelukkig maar. Ik hoop dat het helpt tegen de vliegen. Het is alweer een paar dagen geleden dat ik met Verona buiten omgegaan ben. En nu gaan we dus weer. Nu sta ik wel heel snel stil, dat weet ik. Dat is eigenlijk altijd zo als ik dit soort dingen bij haar aanleer. Ze kon eerst ook niet over de trein heen lopen. Dat doet ze inmiddels zonder problemen. Dus ik ga er toch nog steeds vanuit dat de aanhouder wint. De brug was dit keer al een obstakel, maar we zijn er overheen. We hebben ook al een paar stappen over het weiland hierachter gelopen. En nu zijn we dus bij het pad naar het water. En dat is altijd een dingetje, maar dat geeft niet. Geduld. Nou, we zijn alweer een heel eind verder inmiddels. We zijn bij de plas. Oh, ik denk dat ze een daas heeft. Kijk. Tadaa! Het was niet eenvoudig vandaag. We hadden 3 visserstentjes. Die zie je nu denk ik niet, maar deze vond ze het meest spannend. Eentje verderop nog met een parasol en een fiets. En uiteindelijk nog een paar mensen staan met zo'n visserstentje. Maar ze heeft het wel weer gedaan. We zijn een rondje gegaan. Daarna wilden ze natuurlijk gelijk dit pad op. Maar heb ik het toch nog even over de brug heen gedaan achteraan. Want anders dan wil ze voortaan alleen maar dit rondje. En dat willen we natuurlijk ook weer niet. Dus nu langs de manegepaardjes die er al lekker op de wei staan. En wij gaan lekker terug naar de manege. Ze heeft het super knap gedaan. Ze is echt de braafste pony van het hele kabouterdorp. En volgens mij is ze stiekem ook wel een klein beetje trots op zichzelf. Het is vandaag vaderdag. Maar wat doen wij op vaderdag, Rick? Rick, wat doen wij op vaderdag? Ik ben er niet. Nou, wat het is, we gingen eerst met het bootje varen, maar het regent een beetje. We hebben niet in een bootje gevaren. Nee, we zouden eerst in een bootje gaan varen. Ja, dat is mislukt. Dat is mislukt. Dat doet het niet. Toen gingen we naar een zwembad. Dat is ook niet gelukt. Nee, nou, ik wil eerst nog vertellen. Oh, oké. Toen zei Rick, ja, we willen wel een bakje doen. Nou, ja. Toen gingen we weer terug. Dat wil ze ook niet. Ja, het ging niet open. Nou, het was niet open. Het ging niet open. Het ging niet open, nee. Ja, het gaat wel open. Het gaat wel open. Ja, ja. Het was nu nog niet open, want het ging nog wel ver over. Het is nu 10:45. Dus we moesten nog een hele kwartier wachten. 10 minuten. 10 minuten, Rick. Oké. En nu gaan we naar het zwembad en hopen. Ik was nog niet veel. En hopelijk dat kan wel. Want anders moeten we een plan C gaan vinden. Dat gaat ook niet lukken. Nee, want wij zijn met vaderdag. Het enige wat wij doen is rondrijden. We zijn op roadtrip door Nederland heen. Het is vandaag dinsdag. En morgen gaat er iets heel spannends gebeuren. Want ik ga het voor het eerst bij Stephanie les. Nou, laten we het eerst maar houden bij vandaag. Nou, wij hebben Bella een tijdje geleden geschoren. Nou, dat hebben we eigenlijk laten doen. Maar ze begint nu weer een teddybeertje te worden. Dus nu is ze mijn eigen teddybeer. Kan ik hem maar zo in mijn bed nemen. Zo, dan ben je me niet op te doen. Ze heeft echt een heel dik vachtje. Wat? Oh, fijn zo als een pietje. Maar we hebben geen Pixio, dus nu heb je je moeder, die speelt voor Pixio. Wat ga je doen? Ga rijden. Misschien kan ik vertellen dat ze gevrij is geweest. En waarom? Ze is een dagje vrij geweest, omdat ze een beetje aan het hoesten was. Hoeveel dagjes? 2? Nee, meer hoor. Zaterdag, zondag, maandag. 3 dagen is ze vrij geweest, omdat ze heel erg aan het hoesten was. En dan kon ze eigenlijk rustig ophouden. En ze heeft medicijntjes gehad. Ja, en later. En nu is het over, hè? Ja. En ze doet het nog steeds. Heb je er nog horen hoesten? Nee. Nou, waarom is het dan niet over? Wel, omdat we het nog steeds niet zeker weten. Oké, okay, hey, je moet even je kindbandje wat strakker doen. Ja. Ik ben poep aan het scheppen. Ik wil poep in de bak doen, alleen Bella zit een beetje moe. Het ging het helemaal ruiken. Nee, wil je niet meer? Ja, mag ik nog
Ja, bedankt. Het moet in de bak, Tess. In de bak. Half schriktraining voor die pony. Nou, inmiddels zijn we samen buiten. Ja. Tessa heeft andere oefeningen gedaan. Die is gewoon door gaan stappen en dan om de hoek terug. En dan weer steeds halt houden. En dan weer naar mij toe. Zodat Verona alle tijd heeft om op haar gemakje naar toe te lopen. Daar komt het wel op neer, ja. Maar ging eigenlijk goed, hè? Ja. Verrassend. En we zijn weer bij de plas. Alleen nu heel veel sneller dan de vorige keer. Ja. Ik denk dat we nu misschien 10 minuutjes bezig zijn. Zodat al misschien 5 minuten. Ja. Dus, we zijn nu al hier. Bijna bij de keulen. Ja, heel top. Ik heb zelfs nog een stukje verder. Nou, wie weet. We gaan het zien. Nou, we zijn nu eventjes buiten. Dat is denk ik tot de tweede keer dat we... Nou nee, volgens mij de eerste of tweede keer dat we helemaal samen zijn. En dan zijn we net een stuk in galop geweest. Dat ging super goed. Dat ging echt heel goed. Ik ben echt heel trots op onze paardjes. We zijn dus nu echt op buitenrit. Ja. Gewoon ver weg, jongens. En dan met Verona. Ik vind het echt zo knap. En we zijn met niemand, alleen met onszelf. Woehoe. Nou, daar hebben we lang genoeg hard voor gewerkt, hè? Ja. Maar ja, uiteindelijk worden we beloond. Heerlijk dit. Het was een soort heel trainingskamp. Verona die moest eigenlijk achter Bel aan, maar dat wilde ze niet altijd. Dan liep Bel gewoon door en dan ging ze ook een stuk draven. Daarna draaiden ze om en dan was het trainingskamp voor Bel aan de slag. Want dan moest ze instap terug naar Verona en halt houden. Nou, dat hebben we wel een paar keer moeten doen. Maar uiteindelijk hebben we toch een aardige buitenrit kunnen maken, nog een Tess. Ja. En je hoort Tess niet zo, wacht even. Nou ja, we hebben wel een aardige buitenrit. Hé Tess? Ja, we hebben echt een hele leuke buitenrit gemaakt. En nu zijn we op weg naar huis. Ja. En willen alle paardjes gewoon doorlopen. Oh. Cool! Nou, vooral Verona dan. Ja, precies. Bel, die denk ik, oké, ik ga er wel achteraan. Ik draaf wel een paar stukjes door die rotvliegjes. Ja, het is wel heel naar voor al die vliegjes. Daar moeten we nog iets op verzinnen, hè? Ja, en ik heb net ook een vlieg om mijn ogen gekregen. En de vleugel zit er nog in. Oh, gadverdamme. Pijn. Ja, dat snap ik. Mare. Wij zijn gelukkig. Wij hebben samen onze allereerste buitenrit met stap, draf en galop. Achter de rug. Dat vind ik echt heel erg leuk. Maar mijn moeder, ze hebben ook dag een stuk... Ja? We hebben ook een stuk gereden waar mijn moeder eigenlijk een uur over doet. En nu hebben we daar denk ik 20 minuutjes over gedaan. Nou, nog niet eens. Misschien 10 minuten, kwartier. Ja, en daarna zijn we zelf nog een stuk verder gegaan. Daar ben ik echt heel trots op. Cool, hè? Ja. Zo, nu de paardjes lekker naar bed. Morgen heb ik een mysterieuze les, want jullie gaan het wel zien, alleen wil ik het nog wel een beetje rijm houden, maar ik heb mijn laarstas meegenomen. Dus ik ga mijn laars helemaal mooi maken. En wat vind jij daarvan? Ik ben altijd blij mee als je iets schoonmaakt of opruimt. Voor mijn altijd. Kamer gaat het niet lukken. Dan nog, ik ben toch blij mee als je iets... iets doet. Ja, maar geen naar huis, want ik ben nu bijna dood. Ja, want we hebben... Ik moet even de auto starten. Dus ik ben over daar. Ja, gaan we naar. Want we hebben gestapt, gedraafd en gegalopeerd. Dus daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Want het was volgens mij de tweede buitenritje of de eerste dat we eigenlijk samen zijn. De eerste samen. Nou, de eerste samen en dan gelijk al galop. En dan vind ik nee, dat is niet waar. We hebben natuurlijk nog een keer een stukje gestapt wat niet helemaal lekker ging. En toen een keer met Stephanie. Dus het is de derde buitenrit samen. Nou nee, het is de tweede buitenrit dat we echt samen zijn zonder iemand erbij. Ja. Ja, nu maar even naar huis en dan mijn laars schoonmaken. Yay! Uitleggen. En hoezo voert dat minder? Ja, ik snap het wel.
Weet je hoe dat komt? Nee. Jouw pony zat hier al. Waar? Ja, ik heb laten zien. Hier zo. En dat is eigenlijk iets te dicht. Ja. Dus jij moet proberen, dan ga je verderop leren hoor, dat hij iets eerder gaat afzetten, want die pony iets makkelijker gaat springen. Want nou moet hij eigenlijk een noodsprong maken. Ja. En dat voelt niet zo heel lekker. Oké, doe maar even een rondje stappen. Ja. Dan doen we zo even een paar keer rechtsom. Had je het al warm? Nee. Niet? Wel bij mijn benen. Bij je benen. Het is hartstikke goed. Je moet alleen proberen dat je niet te laat gaat wenden. Het is mooi op tijd, want hij wil naar die linkerkant wil hij toe gaan. Ja. Dat hij denkt, zo, hey, Tess, let even niet op en ik kan er voorbij lopen. Ja. En wat doe jij dan? Dan stuur jij hem lekker naar rechts toe. Ja. En dan doe je deze erin zetten. Moet jij even een rondje stappen? Ja, is goed. Oké, dan kan je even bijkomen. Wou hij het weer doen? En dan zei jij van nee, maar je gaat er gewoon overheen. Ja, dan kunnen we opstappen. Ik ga zo weer. Even spierballen van. Doe maar even heel even stappen. Oké. Kijk, ze zitten in het zonnetje daar. Dat was goed, hè? En heel goed. Maar we houden nog iets daar, ze wil je weer een beetje naar mij komen, hè? Ja. Dat was goed voor je. Ja. Doe maar even stappen. Ik ben trots op je. Dank je. Hey, en een stoutje in één keer. Hoor, je wil ze met z'n drieën, dan ga je mij filmen. Maar ik heb geen microfoon. Dus... Heel hard praten, Kim, dat is lekker doen. Attentie, attentie. Om te Kimmetje gaat iets zeggen. Kim, aan u het woord. Nou, we hebben vandaag springles bij Steef. En die geeft nu. Hoe lang geef je nou les hier? Ja, dat is de derde keer pas hoor. Nou, je moet ergens beginnen. Zo is het. Gaan we met Steve rijden? Ja, ik had nog besloten dat ik in bubbeltjes plastic wilde, want ik geloof er allemaal niet zo in. Nou, dat is heel... Maar Steve heeft beloofd dat ik niet heel hoog hoef. Dus we gaan het gewoon proberen. Maar zeg, het is heel fashionable. Ja, precies. Na die mythische plan van Jordi gaan we nu naar iets lager. Ik ben benieuwd. Jij, Fa? Mij maakt het niet. Oh ja, Fa weer. Mij maakt het niet. Nou, zeg maar gewoon hoi. Ik zou je jasje allemaal maar uit doen hoor. Je gaat warm krijgen. Ja, inderdaad. En hou je teugels een klein beetje tegen. Dit is goed voor je. Oh, kijk. Grote. En pak je verbinding. Iets te groot nog, Fabien.
houden. Wacht op je afstand. Dit is goed. Voel je dat? Ja. Oké, heel goed. Goed, Fabienne. Nou, wie wilde wat zeggen? Tada, Kim! Tada, Kim! Tada, Kim! Oh, volgens mij moet ik het zeggen. Nou, we hebben dus gesprongen. En hoe ging het, Steve? Nou, ik vond dat jullie het alle drie niet verkeerd deden. Dat klinkt als het is niet. Het is nog niet best, maar. Ja, maar je zit in de les om te leren en je kan nooit alles in één keer goed doen. Oké! Dus, wat vond je ervan? Ja, ik vond het heel leuk. Ik vond het wel heel erg intensief. Ik ben ook zeer bezweet en ik moet douchen. En ik moet nog heel veel leren. Maar het komt vast allemaal goed ooit, een keer, zeg maar. Maar het was wel leuk. Goed zo. Kim? Ik vond het heel leuk, want ik had natuurlijk al een tijdje niet meer echt gesprongen in de les of zo. En het ging eigenlijk wel weer goed voor de eerste keer. En u mevrouw? Okay. Ja, was wel leuk. Oh. Lekker nee, positief. Nou, dat is net zoiets als, het ging niet verkeerd. Nee, inderdaad. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Geef hem een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En tot de volgende keer.